Deze nieuwsuitzending die gaat over Zwarte Piet en andere buitenlanders. het is vandaag het is de intocht van Sinterklaas. Oh, Sinterklaas is al een half uur in Arnhem. Als ze op tijd zijn. Het is, zoals te doen gebruikelijk, stervenskoud. Maar dat is het wel vaker aan het halverwege november en zo. Maar die intochten, ik heb er heel wat koude voeten van gehad hoor. Dan stond ik daar met mijn kind op de stoep tussen al die andere mensen in. En ik kreeg koude voeten. Dus ik zei tegen mijn dochter van waar blijft die nepkerel? Ik heb mijn kind nooit willen doen geloven dat Sinterklaas bestaat. Dat vind ik flauw, dat moet je niet doen. Toen mijn dochter kon luisteren of zo, heb ik het ook gelijk uitgelegd. Maar kijk, op 5 december, dan houden wij een feest. En de bedoeling van dat feest is dat kinderen cadeautjes krijgen. En daar spelen we dan een heel toneelstuk bij. En dat heet Sinterklaas en Zwarte Piet. Ja, maar dat is alleen maar toneelstuk. Het is uitgevonden omdat de mensen vonden dat kinderen niet alleen bij de verjaardag, maar ook op 5 december cadeautjes krijgen. En mijn dochter zo, oh, nou, dat is wel aardig verzonnen. Dus die was helemaal blij mee. Ja, ze had hem wel, als mijn vader op de stoep gaat zeggen, van waar blijft die nepvent? Dat andere kinderen dan kunnen gaan huilen, van... Zeg ik, oké, ik hou mijn mond wel. Sinterklaas, dat hele feest. Als ik me goed herinner, is dat voor het eerst. Het bestond al langer. Maar ze zijn het op de kaart gaan zetten. In de jaren 30. Dus tijdens de economische crisis. Dus dat feest dat is niet eens zo lang. Dat het zo hip is. Hè? En het is toch best een leuk feest. Ik heb er geen moeite mee. Hoor. Ik doe er niet meer aan. Maar het is leuk met kinderen. Dat wel. En die cadeautjes... Altijd leuk om je kind een cadeautje te geven. Wat is dat nou? Ik had het in mijn jeugd goed wat dat betreft. Dan was ik op 29 augustus was ik jarig. Nou, dan kreeg je cadeaus. Hè? Nou, en dan op 5 december dan kreeg je nog een bak cadeaus. Nou, dan kon je de winter in. Hè? Je had ik allemaal spullen. Wat ik wil. Een nieuwe auto voor mijn racebaan. Een nieuwe soldeerbout. Wat ik allemaal kreeg. Mijn zus die kreeg een keer vingerverf. Dat is ook een leuk verhaal. En mijn moeder kwaad hier op die tante. Mijn zusje is 4 jaar jonger dan ik. En die had de hele kamer, de hele behang, helemaal onder de vingerverf. Hey, mijn moeder not happy. Zijn die dingen toch leuk met kinderen en cadeautjes? Je gaat te vechten. Nou, en in de jaren 30 was er helemaal geen probleem met Zwarte Piet. Nee. Het was zo'n beetje. Toen ik op de lagere school zat. En dan kwam de Sinterklaas kwam dan langs in de klas. Hè? Ja, ik heb nog best lang in Sinterklaas geloofd. Nee, ja, wel, ja. Ik weet nog dat toen ik een jaartje of 8 was of zo. Dat vriendjes dan zaten te mopperen van... Ja, heb je het ook gehoord? Sinterklaas bestaat helemaal niet. En toen werd mijn mening gevraagd. Ik zei, nou, die bestaat wel. En die jongens wilden lachen. Van, hoe kwam je erbij? Ik zei, nou... Denk jij dat mijn ouders al die cadeaus kunnen betalen? Echt niet, hoor. Die hebben niet zoveel geld.
twee dagen later was ik erachter. Ik fuck. Ja, ik heb nog wel een Sinterklaas gelaten. En dan kwam die in de klas. Dat vond ik toch wel eng hoor. Ioek. Heel groot lijkt hij dan, hè, met die muts op zijn kop. En zo'n gevaarlijk slagwapen in zijn hand. Je zal er maar een map voor je bek mee krijgen. En dan die zogenaamde clown. Die Zwarte Piet. Ja, ik vond het wel eng. Ja, toen ik 6 was of zo, 7. Maar daarna vond ik het nog steeds leuk. Wij deden, dat was best grappig, in Wageningen, op de studentenflat. En vierden wij ook Sinterklaas. Loodjes trekken. Dan, ja. Dus iedereen moest een surprise maken. En een gedicht erbij. En dan een beperkt budget of zo. Het ging om het idee. Ja. En veel suipen natuurlijk. Altijd gezellig. Men was er op de hilarisch, man. Ik woonde op een flat van 17 verdiepingen. En dan per verdieping 30 mensen verdeeld over 3 vleugels. Een sterflat, zo heette zo'n ding. 17 verdiepingen hoog. Ja, ergens op verdieping 19 of zo. Ja. Daar was ook Sinterklaasfeest geweest. En laten we hem noemen Roy. Die zou zorgen voor de loodjes. Eén iemand moet dat dan, ja, één iemand moet dat regelen. En dat zou Roy wel doen. En Roy in de ronde en iedereen krijgt een envelop waarin de naam staat van het slachtoffer. En Roy wist van niks natuurlijk. Dichte enveloppes. En toen was het zoete avondje was daar. En in de keuken, het zag er gezellig uit, man. Kaasjes erbij. Wat eet je nog meer bij Sinterklaas? De grote stapel met allemaal kleurige cadeautjes. En allemaal dingen waar je denkt van, ja, dit is een leuke surprise. Hè? Ja, het punt was dat al die cadeautjes... Ja, maar dat is een etiketje, hè? En overal stond Roy op. Wat een goede grap, zeg. En die mensen kwaad. Ja. En toen de hele tijd niet meer. Ja, toen kreeg ik een kind. Toen was ik 40. En toen begon het hele circus weer overnieuw. Ja, wel leuk, man. Weet je nog niet, we hadden zo'n leuke woning daar. Met allemaal uitgangen. Je kon op 4 manieren naar buiten. 4 uit- en ingangen. Ja, het is echt leuk gemaakt. Het souterrain van een huis van een aristocraat. Waar vroeger personeel zat. Daarvan een klein stukje. Een hele leuke woning. En dan gingen we Sinterklaas vieren bij ons thuis. De Spijkerstraat. En iemand had ook gezorgd, wat hadden we nou, kussens lopen of zo. Al die cadeaus erin. Die kinderen hadden niks in de gaten. En op een moment, een beetje knitsnotje, wink wink. Ik sluip weg, ga naar beneden naar het souterrain. Zet al die zakken voor de voordeur. En dan keihard bonzen. Nou, toen brak de blinde paniek uit, joh. Iedereen bang. Van wie is dat? Van hoor wie klopt dat, kinderen? Nee, hoor wie bons daar. Van die harde knallen. En dan snel, huppakee, weer naar het souterrain toe. En dan naar de bovenkant van, oh, is Sinterklaas langs geweest? Nee, maar dat is toevallig. Ja, het is wel leuk, hoor. En dan zitten ze erover te zeuren namens Zwarte Pieter. Die gaat er weer.
En wanneer is dat gezeik begonnen daarover? Nou, dat is sinds 4 jaar, 5 jaar of zo is het bezig. Iedereen voelt zich beledigd. Wat nou hier? Op 5 december hebben wij een of ander stom feest verzonnen. Met als doel om kinderen cadeautjes te geven. En die ouders daarmee indirect onder druk te zetten. Dan gaan ze wat kopen voor je kind. De winter komt eraan, man. Het wordt koud. Dan koop je toch wat leuks voor Sinterklaas. Geef je kind een warm gevoel. Daar gaat het om. En hebben wij dat is geïnspireerd op de katholieke kerk, by the way. Dat is nog een hele andere reden om tegen Sinterklaas te zijn. Want wij willen niet een of andere Jorge Mario Bergoglio, de kleuterneukerende toezichthouder. Niet dat Jorge Mario Bergoglio zelf heeft gekleuterneukt, maar hij weet er wel van, hoor. En dat doet hij niet zo heel erg moeilijk over. Waar denk je dat die hoed vandaan komt van Sinterklaas? Ooit wel eens gekeken naar de paus? Hé, de paus heeft toch een keppeltje? Ja, ook, ja. Dan maar die zwarte pieten. Het gaat over de heilige Sint Niklaas. Een man die, voor de katholieke kerk neem ik aan, want hij is heilig verklaard. En dat doen protestanten niet aan, hè. Wij spreken niet van de heilige Maarten Luther. Of de heilige Wycliffe. Nee, bij hem. Is de heilige Johannes, de auteur van het boek Openbaring. Maar die wordt niet aanbeden. Geen beeldenissen van. Waarom ook? Je hebt het boek toch? Het heet Openbaring. Ja, maar waar gaat het dan over? Nou, Openbaring. Nou, Perry, ik snap je niet. Ja. Dat wordt je nou wel een keer geopenbaard, als de openbaring tot je geopenbaard wordt. Dus ja, je hebt dat gedoe met die zwarte Piet. Ja, oké. Het is toch leuk, joh. Die zwarte Pieten, de meeste. Ja, heel veel meisjes, hè? Ja. Want je ziet het verschil niet. Iedereen een pruik op, gezichten helemaal zwart gemaakt. Ja, daar ben je een uur mee bezig, hoor. Verzamelen in het clubhuis. Al die meisjes bij elkaar. Ja, die zien er allemaal uit als Zwarte Piet. Je mag lipstick op, mooie grote rode lippen. Een verkleedpartijtje. En dat wordt veroorzaakt door die buitenlanders. Ik wil geen vingertje wijzen. Dit is de waarheid. Als we die buitenlanders niet hadden gehad, was er niks aan de hand geweest. Denk je dat ze dan in het zuiden van Soedan in de ze hebben een feest in Nederland. Het is de bedoeling om kinderen cadeautjes te geven. En dan gaan ze zichzelf zwart schilderen. Ja, maar zwart, dat is copyright, South Somalië. En ik voel me wel aangetast in mijn burgerrechten. Nee, natuurlijk niet, man. Maar al die buitenlanders zitten hier en dan krijg je dat soort. Daar komt het vandaan. Ik zag zo'n actievoerder van de anti-zwarte pieten-dinges. Iets van fuck you, zwarte piet of zo. Nou ja, Zwarte Piet is racist of zoiets. Jezus. Ik vind het best hoor dat er een verbod komt dat geen enkele blanke. Die mag nog. Crème puff of zo, dat mag nog wel. Dat je een beetje een tintje hebt alsof je naar de zonnebank geweest wordt. Maar er wordt bij je werk even gemeten. Met een UV-meterstraling, huppeltje pup. Of je niet te bruin bent. Tenzij je originaal bruin bent. En dan mag je doorlopen. Maar die bruine mensen mogen dan ook niet, net als Michael Jackson, hun huid blanker gaan maken. Het is wel geven en nemen. En wat hebben we daar nou aan?
Als er een of andere neger is en die wil zich helemaal wit schilderen, dan moet hij lekker zelf uithalen. Er zijn toch ook vrouwen, van die negroïde vrouwen, en die blonderen hun haar. Net als Geert Wilders. Moeten we dat dan ook gaan verbieden? En waarom? Wat is het dan mis dat wij ons zwart schilderen? En de meisjes mogen ook meedoen. En wat doen de zwarte pieten? Die delen pepernoten uit. Dat is niet eens geldverspilling. Wat denk je dat een pepernoot kost? Tja, man. Het is hier in Nederland zelfs zo erg dat ik heb een keer een pepernotenwinkel gezien. Dan kon je allerlei verschillende pepernoten kopen. Nou, dat is helemaal niet belangrijk. Pepernoot is pepernoot. Dat is iets van speculaas of zo. Wat boter moet erin, denk ik. Ja, boter, bloem. Wat van die speculaaskruiden. Wat suiker erbij. Duur aan de bakkenstein. Zoiets is het toch? Moet er ook ei bij? Dat weet ik eigenlijk niet. Weet ik niet. Denk het niet. En die kinderen die krijgen dat. En die meisjes die mogen dat ook uitdelen. Dat is toch hartstikke leuk voor zo'n meisje. Ja, 's morgens vroeg opstaan en verzamelen met de vriendinnen bij het buurtgebouw. Dan gaan we allemaal lopen kliederen met spiegels erbij. En een tante is er ook bij en die helpt ook nog even. Allemaal een pruik op. En dan zo'n stom pietenpak aan. Allemaal van die felle kleuren. Een mooie muts erbovenop met een veer. Wat is er nou mis mee? Wat is daar racistisch aan? Waarom? Ja, mijn zwarte Piet is het knechtje van Sinterklaas. Oh, ik weet er niet al te veel van hoor. Maar die mythe waar het feest op gebaseerd is. Van die heilige Sint-Niklaas. In het was het westen van Turkije. Ergens in die buurt. Middellandse zeegebied. Die zwarte Piet, dat is... Ja, de vraag is wie er de baas is. Daar komt het eigenlijk op neer. Zo'n zwarte Piet is niet echt de knecht van Sinterklaas. Sinterklaas kan niet tegen zwarte Piet zeggen van... Hé, zwarte Piet, ga eens even dat doen. Dan denkt zwarte Piet, jij? Een zwarte Piet doet lekker waar hij zelf zin in heeft. Ja, wie is er de baas van Zwarte Piet? Ja, ik denk Zwarte Piet. Dat is ook zo leuk om Zwarte Piet te spelen, want dan mag je echt van alles doen. Dus, ja, je bent een meisje, altijd zo naar school, allemaal die saaie toestanden, en dan moet je weer mee met je vader, heb je helemaal geen zin in. En dan ga je Zwarte Piet spelen, en dan lekker met die optocht mee, en dan mag je alles doen. Mag je bovenop een vuilnisbak gaan staan? Bijvoorbeeld. Hè? Of koprolletje maken. Over het asfalt. Ja, Zwarte Piet. En niet over auto's lopen, want dan maak je dingen stuk. Maar, hè? Je mag iemand in zijn neus knijpen. Dat mag Zwarte Piet. En dan krijgt zo'n kindje dat in de neus geknepen is. Ja, die krijgt een extra handje met van die pepernoten. Ja. Dat is toch lekker voor zo'n meisje. Het leven is al zo saai. Voor zo'n interessant iemand zoals ik. Oh. Volgens mij heb ik nog steeds last van die paddenstoelen van gisteren. Oh. En dat... Het komt door die buitenlanders. Het geeft een spanning. Oh ja. En die vrouw van die anti-Zwarte Pieten. Van Zwarte Piet is een klootzak. Of woorden van gelijk. Oh ja, whatever. Fuck you, Zwarte Piet of zo. En dan stonden er twee vrouwen. Ja, wij zijn van de fuck you, Zwarte Piet of zo. Hè?
En hij zei van, ja, want kijk, het is racistisch. Nou, ik wil eigenlijk niet weten waarom, hè. Het is racistisch. Eén, die bruine mensen, die hebben het al zo erg. Want die krijgen geen werk aangeboden. Wat denk je wel? Werk aangeboden? Ja, ze hebben veel minder kans om uit de uitkering te komen. Dus veel minder, hoor. Veel blanke mensen, ja, die komen makkelijker weg vanuit een uitkeringssituatie naar betaalde arbeid. Ja, en dat is racistisch. Kruin. Er is een boek gepubliceerd, dat is een onderzoeksstudie geweest. En dat boek heet The Bell Curve. B-E-L-L. Curve. The Bell Curve, dat is... Ja, wij noemen dat niet zo. Wij noemen dat de Gaussiaanse verdeling. En dat werkt als volgt. Dat is Gauss, die heeft die wiskunde opgezet. Ik heb ermee moeten werken. Het is een statistisch model. Ja, het is een model over je stochast. Jezus, ben ik nog goed in mijn wiskunde, zeg. Nou, de bell curve, dat ziet eruit als een klok. Zoals die in een kerk hangt. Of aan de kerstboom. Zo. Zo'n begint heel langzaam en dan gaat hij woep omhoog en dan gaat hij omlaag en woep, en hij dooft uit. En er is geen begin van de bell curve en er is geen einde van de bell curve. Nee, wel. Jawel. Nee, in principe geen begin, geen einde. Dat is het, ja. Maar er zit een hoogtepunt in. Nou, dan heb je verschillende vormen van klokken. Je hebt van die Gaussiaanse curves en die gaan dan op het laatst heel steil omhoog en dan weer omlaag. En er zijn er ook en die beginnen al vrij snel omhoog te lopen, heel langzaam omhoog. En dan zijn ze op het hoogtepunt en dan gaan ze heel langzaam omlaag. Er zijn die hele brede klokken en je hebt van die smalle klokken. The bell curve. Dat heet de normale verdeling, zo noemen we dat ook. Neem zoiets als lengte van een mens. Nou, mensen worden geboren met... Ja, die zijn altijd wat kleiner. En dan worden ze steeds langer. Je hebt een bepaalde lengte uiteindelijk. En dan gaat die weer een beetje omlaag. Ja, dan ga je mensen meten als ze uitgegroeid zijn. Dus dan denk ik 28 of zo. Dan worden ze niet meer groter, niet meer langer. Klaar. Meestal. Ja, dan neem je al die mensen van 28 jaar en dan aselect, noem je dat dan. Gewoon via een telefoonboek of iedereen die op Facebook staat met een letter R voor de letter S. Zoiets, een flauwe selectiemogelijkheid. At random. Ja, niet iedereen is even lang. Ja. Nou, heb je geen mensen van 10 centimeter. Je hebt ook geen mensen van 4 meter. Dus dat eindigt wel ergens. Maar... Daar heb je die bell curve. Die verdeling qua lichaamslengte. Nou, wat kan je nou ook meten aan een mens? Dat is patroonherkenning. En, ja, IQ. Het gaat met name om patroonherkenning. Ordenen. Daar zit een hele theorie achter. Uitgevonden door blanke mensen. By the way. En dan nemen we een IQ-test af.
Nou, IQ is leeftijd gerelateerd. Dus iemand met een IQ van 100. Die, even kijken hoor, moet je zeggen. Ja, iemand met een IQ van 100, die 6 jaar oud is, is net zo slim als iemand van 10. Zo. En dan is die, en diegene die 10, nou, een beetje ingewikkeld. Nou, dat geeft een vraag, je IQ stijgt. Dus als baby kan je geen patroonherkenning doen. Dat komt pas later. Blablabla. Dan ben je een beetje trainen. Schaken bijvoorbeeld. Dat is een hele goeie. Die patroonherkenning te trainen. Nou, dan stijgt je IQ. Maar dan krijg je ergens een soort van maximum. En dat is dan je IQ. Als je dat gaat meten. En je kijkt naar de parameter ras. Dan is het opvallend. Chinezen zijn het slimste. Aziaten, moet je zeggen. Hang Chang Sambal bij. Het heeft denk ik te maken met discipline. De West-Europese mens, European American, en dat ook wel, de blanke. Wij hebben een IQ van 100. Dat komt omdat we onze bevolkingsgroep gebruikt hebben als een eikwaarde. De IQ-testen moeten van generatie tot generatie naar boven worden bijgesteld. Hè? Om ons op 100 te houden. Als wij nu een IQ-test invullen die zijn begonnen in de jaren 30 of zo. Maar stel een IQ-test uit die tijd. En dan scoor jij nu. Heb je een IQ van 220. Ja. Dat is erg hoog dan, hè? Dus de IQ-testen moeten, eens in de zoveel tijd, dan schroeven ze dat op. En dan houden ze ons op 100. Gemiddeld dan. Mijn dochter, haar IQ is gemeten aan diegene die die toets afnam. Die zei, rekening houdend met het feit dat jij, er was stress en toestanden. Die vrouw zei, heb je toch goed gescoord hoor. 120 had ze. Zei, way to go baby. En als je helemaal relaxed, lekker met een kopje rooibos thee, even een IQ-test gaat doen. Wow. Ik weet niet hoe hoog ze scoort. Het kon dus hoog zijn. ...140 of zo. Nou, ons, die IQ-waarde, die wordt op 100 gehouden. Dat is gemiddeld voor de West-Europese mens. Ja, en dan blijkt als je kijkt naar ras. Aziaten zijn slimmer. En ik zeg, dat komt waarschijnlijk door de discipline. Ze niet echt slimmer zijn, maar... Het is wel zo, ik wil niet zeiken over Aziaten, die mensen hebben het al moeilijk genoeg. Maar de handel met China, hè? Die transportkosten, die worden gesubsidieerd. Ja. Nee, maar dat is leuk, handel drijven. Als wij iets verkopen aan China... En dan moet een pakje naartoe van 10 bij 10 centimeter. Je betaalt je 3 keer in de ronde. Maar als jij vanuit China een pakje krijgt van 10 bij 10 centimeter. Kost geen rol. Ja, dat komt omdat die Chinezen heel erg handig weten te wezen. Nee, dat komt omdat het gesubsidieerd wordt.
wordt dan mogelijk gemaakt. China is de modelstaat van de wereldorde. Die katholieken, die paus die dus de baas wil zijn. Dat is al heel lang bezig. Dat is Babylon, by the way. 5000 jaar geleden is dat aan de oppervlakte gekomen. By the rivers of Babylon, there we sit down. Ken je dat nog? Van Boney M. Alsof Aziaten echt veel slimmer zijn. Ik weet het niet hoor. Ik vind dat. Ik weet dat er in China een groot taalprobleem is. Was. Ik heb een verhaal gehoord van een vent. Die was zo'n rondreiziger. Die ging met een rugzak naar Azië toe. Is die ook nog in India geweest? Maar ook in China in de rondte gereden. Gewoon in de tuf-tuf-trein. En dat. In die trein zaten arbeiders. En dat waren beide Chinezen. En die schreven met een of ander krijtje of wat dan ook. Op hun armen. Want ze konden elkaar niet verstaan. Dan schreven ze het uit in dat beeldschrift. En dan. Oh, oh. En dan ging die ander weer op zijn arm schrijven. Maar ze konden elkaar niet verstaan. En door het Engels, en dat is een westerse taal, ja, kunnen plotseling hele gebieden in China elkaar verstaan. En je hebt natuurlijk het Mandarijn, of Mandarijns. Maar dat schijnt een beetje, ja. Niet iedereen vindt dat lekker klinken of zo. Nou, dan heb je de Joodse mensen. Is dat een ras? Nou, laten we zeggen dat het een ras is. Van mij werd gezegd, ik heb een kennis. Een Mira, van Toktu Mira. En die is vol bloed Joods. Daar is ze pas sinds. Zoiets vertelde ze mij, als ze erachter was gekomen. Ze is ook nog naar de synagoge gegaan. Maar ze is geen lid geworden. Die zei van mij, van, jij kan doorgaan voor een Jood. Qua uiterlijk dan. Hè? Ze zouden je gelijk geloven. Maar ik heb geen Joodse moeder, helemaal niet. Mijn moeder komt uit een katholieke familie. En die ging nooit naar de kerk. Later wel, in mijn puberteit. Dat was echt. Ik heb een leuke jeugd gehad hoor. Ik kwam ook bij de Pinkstergemeente. Ging ik Bijbel lezen. Veel plezier. Vond het ook leuk om er naartoe te gaan. Aardige mensen. Dan nam ik mijn gitaar mee. En dan mocht ik. Ging maar. Hava, Nagila, Hava, Nagila, Hava, Nadida. Het D mineur is dat. Ja, dat kon ik. Al die kinderen zingen. Ja, een swingende boel. Altijd leuk. En zo komen er dus Joodse mensen op mijn pad. En, ja, bij de Pinkstergemeente zaten ook een aantal Joodse mensen. Meer dan één. Ontzettend verliefd geweest op een Joods meisje. Ja, die is 2 jaar ouder dan ik. Of 1 jaar ouder. Oh, wat vond ik dat een mooi verhaal.
Nou, Joodse mensen hebben vastgesteld een IQ van 103. Dus ze zijn iets slimmer dan wij. Heeft waarschijnlijk ook te maken met discipline. Per slotverrekening, de eerste letter van het Hebreeuws alfabet is Alef. En zoals je misschien niet weet, maar dan vind je dat vast leuk om te horen, maar iedere letter in het Hebreeuws alfabet, en dat zijn er 22, kan ik je ook gelijk uitleggen waarom zo, maar doe ik zo, hè. 22 letters, en iedere letter is, staat gelijk aan een woord of een begrip. Een alef is het eerste, het woord alfa, wat wij in het Grieks hebben, de eerste. De A, zeggen wij. Maar alef, dat betekent discipline. Heb ik mij laten vertellen. Umberto Eco of zo, die had erover geschreven. Ja, je kan van Joden zeggen wat je wil. Ze hebben discipline. Ze hebben... Oh ja, nu 22 letters van het Hebreeuws alfabet. Het is... Weet je waarom dat er 22 zijn? Nou, 22 gedeeld door 7 is grofweg pi. En pi is de verhouding van de omtrek van een cirkel tot de doorsnede. Dat is niet een echt getal. Het gaat maar door. Er komt geen einde aan. En de eerste drie, dus 3 en dan 1, 4. 22 gedeeld door 7. Dat kan 3 keer 7 uit. Dan heb je 21, hou je eentje over. En zo, zoiets. Dan krijg je komma. Dan gaat er 7 af en dan heb je 34 of zo. En dan heb je die 4, ja. En pi is... numerologen, Helena Petrovna Blavatsky, die gaat ook helemaal wereld op pi. Het is ook wel een leuk getal. 3,14159. Nee, 2. Die laatste weet ik nooit. Is dat dan een 1 of een 6? En dan hou ik ermee op hoor. Maar het gaat maar door. Pi gaat alles maar door. Dat staat voor de oneindigheid. Joden hebben een zwaar erfgoed. Altijd gezeik gehad met de katholieke kerk. Of Babylon dus. Maar voor een deel was dat hun eigen schuld hoor. Staat in hun eigen boeken. Ja, Joden hebben een rijke traditie. Ik ken een Jood en die runt hier een koffieshop. Moet je een keer langs gaan. Dat is legaal, toch? Goeie wiet. Echt leuk. Ook aanbiedingen en zo. En we hebben een rookruimte daar beneden. Die valt niet gelijk op, maar... Dan vraag je me, ja, je ziet het wel. Als ik nu het jou verklapt heb, die trap. En dan kom je in een hele leuke kelder. Heel authentiek, oude stenen en zo. Nou, zit, de laatste keer was, ja, er zaten een stelletje zagrijnige pieten. Daar ben ik weggegaan. Daar hou ik niet van, hoor. Dat is een Joodse man die runt dat. En hij werkt met jonge mensen. Zijn dochter werkt er ook, af en toe. Dus er is altijd niks aan de hand. Heel relaxed tent. Wordt goed bezocht, hoor. En je staat er niet in de rij. Dat is ook wel mooi, hè. Die coffeeshop-discipline. Binnenkomen. En dan heb je je geld al klaar. Dan zeg je tientje wiet. Nou, en dan krijg je zo'n plastic zakje. En die stop ik dan altijd in mijn vaste broekzak. En dan zeg je, doei, volgende. Ja. Hé, maar dan draai je klandissie, ja.
Ja, en Marcus, die is Joods. Dat is geen domme man, hoor. En vrijgevig. Hij is dan Joods. Maar hij heeft niet zo... Ja, hij vertelde mij dat hij op een bruiloft was of zo. En er zat dus een vent met zo'n hoedje en pijpenkrullen. Zo. En ik kwam naast hem zitten. En die wilde met hem een gesprek beginnen. En toen heeft Marcus gezegd... Tegen die man met die... wat is dat? Joods-orthodox of zo. Zo'n zwart pak en een precies het goede overhemd. En de rest wil je eigenlijk niet weten. Oh ja, een broek met te korte pijpen of zo. Dat hoort er ook bij. Want ik heb van die hele lange sokken heb. Maar, zeg het maar. En Marcus die zei tegen die andere feestganger... op bruiloften praat ik niet met Pipo de Clown. Ja, ik fraseer, dat is jaren geleden dat Marcus dat mij verteld heeft. Ik weet niet meer precies wat hij zei. Maar wat hij gezegd had. Maar ik vond het wel om je te bescheuren. Oh, wat leuk. Nee, met Joden kan je lachen. Het is echt waar. Die werd er leuk uit de hoek te komen. En ze hebben een rijke traditie, hoor. Er is die kleine profeet. Het gaat over het Oude Testament. Hè? Dat delen wij christenen met de Joden. Hè? Voor ons begint de Bijbel met Genesis 1, vers 1, geschreven, copyright, meneer Mozes. Namens God. Zo, hè? Moet een aparte man geweest zijn, hoor, die Mozes. Die zijn volk wist te bevrijden uit de slavernij. Ja, welke leider doet dat? Eentje om over na te denken. Joden zijn niet gek, hè? Hebben een IQ van 103. Gemiddeld. Dus meer dan wij. En Marcus is ook zo'n slimmerik. Zorgt heel goed voor de... Hij maakt money. Ik bedoel, hij heeft, behalve die coffeeshop. Ja, hij heeft die goed draaiend. Wat zal hij daarvan pakken? Zo. Maar die mensen die er werken, die zien er allemaal heel happy uit. Gezonde huidskleuren. Ja, die hoeven niet op een houtje te bijten. Die krijgen ook fatsoenlijk betaald. Die mensen die daar werken, die werken er al jaren, hoor. En zijn eigen dochter werken. Ja. Ook. De laatste tijd heb ik haar niet meer gezien. Hij maakt money. En hij vertelde ook. Hij vertelde mij. Ja, ik geld verdienen. Dat vind ik leuk. Voor mij is het een spel. Hij zei, nou, en dan heb ik al geld verdiend. En dan wil ik dat... Ja, uitgeven. En niet voor mezelf, want ik heb geen nieuwe plastic bad eend nodig. Die man heeft alles al. Ja, het was een leuk huis, een of andere lekker uitgezakte stoel. En ik weet niet wat zijn hobby's zijn. En dan strooit hij die poen in de rond, hoor. Ja. En ook niet opscheppen daarover, hè. Die zei, je hoeft me niet te lopen prijzen. Dit vind ik leuk. Ik hou van geld verdienen. En dan heb ik altijd geld binnengekregen. En hoppakee. En weet ik wel wat hij allemaal niet geregeld had. En dan niet met zijn naam erbij. Ik ben de weldoener. Nou, helemaal niet. Dat hoeft helemaal niemand te weten. Slim, hoor, die makers. Daar hou je een goed humeur aan over. Joodse humor is dat je toch lacht. Man, kan je lachen met die naam. Nou, Hosea dus.
daar wil ik het even over hebben, die kleine profeet. Het was weer eens tijden van misère en ellende, gemengd met een heerlijke geur van grimmigheid. Helemaal niks meer, hè? En het volk Israëls van de 12 stammen, die waren weer eens uiteengevallen, weet ik wel wat. En het volk verviel tot, ja, sodomie. Hoe heet het ook alweer? Hoe noem je dat, dat mooie woord nou? Ja, zedeloosheid. Het is ook... heidendom is het eigenlijk. En er is daar een man en die heeft dus een boek op zijn naam gekregen. Ja. Heeft Hosea dat zelf opgeschreven? Dat maakt me niet zoveel uit. Hè? Het gaat om het verhaal. Dus Hosea, die zit dan... Ja, je had Juda en Benjamin en de rest. En waar Hosea dan zat, dat weet ik niet. Maar het was in allebei even kloten, hoor. Ja, en Hosea, een beetje, ja, een klein profeetje. Niet een Jesaja of een... Nee, een klein profeetje. Geen Daniel. Nee, een klein profeetje. Het kleine profeetje loopt een beetje zo lekker door... ja, het land Israëls of zo, heet dat nog Kanaan, weet ik ook. Ja. En dan ben je rond in de stad, al die gore toestanden, allemaal prostituees. En hij denkt, Jezus. Nee, dat dacht hij niet, dat is het Oude Testament. Dat is een grapje, ik wist dat ik die verspreking zou gaan maken. En dat ik ga trouwen met een prostituee. Ja. En heeft hij gedaan. En zwanger gemaakt. En hoeveel kinderen die nou precies had, weet ik niet. 2 of zo, dacht hij. En dat eerste kind heette Niet Mijn Volk. Mooi gekozen naam. Ja, Joden hebben een streepje voor. Dan hebben die Chinezen ook een mooie traditie, hoor. Confucius is echt niet maf. Maar dat zijn die Chinezen momenteel echt kwijt, hoor. Die zijn niet meer Confuciaans. Die zijn communistisch geworden. Het is de modelstaat. Met supertreinen en... ongelooflijk saaie stations. Veel te veel glaswerk. Nou, de Joden hebben dat dan misschien nog wel iets beter. Voor elkaar. Maar die hebben het moeilijk, hoor, de Joden. Niet makkelijk. En dat heeft alles te maken met dat Mozes, hun gedoodverfde, huppeltje pup, dat hij het volk heeft weggeleid uit slavernij. Dat is wat een leider moet doen. En de Joden hebben dat verzonnen. Nou, hebben dat opgeschreven. Zij hebben het opgeschreven. In het Hebreeuws. Met 22 karakters. Ja, en dan krijg je wij, de Westelingen. Die zitten dus per definitie op 100. Nou, de Aziaten zitten boven ons. Echt verder boven, hoor. Het gemiddeld IQ in China. Dat moet al 115, 120... een stuk hoger. Hoor. Aziaten kunnen ook heel goed pingpongen. Zijn ze niet in te verslaan.
En dat heeft toch te maken met breincapaciteit, hoor. Een totale aanwezigheid. De Chinezen kunnen ook goed schaken. Oh ja, ze hebben het schaakspel uitgevonden. Tja. Ah, Chinezen zijn ook wel goed bezig. Die Chinezen terug naar Confucius. Alle kinderen, behalve dat rode boekje van Mao, was het groene boekje. Even de werken van Confucius. Zo moeilijk is dat niet, hoor. Zouden ze hier ook in mogen voeren, hoor. Dat er een Confucius was een moraalfilosoof. En blij van hart. Had er niemand een hekel. Moet een aardige man geweest zijn. En hij zag de harmonie. Hij zag in dat een koning, alhoewel dat van de Bijbel niet mag. Maar hij zei, ja, het is wel handig voor, ja, het is ook wel handig om een koning te hebben. Iets van een rechtspraak. En, dat is wel handig. Maar waar Confucius bij stilstaat, is dat als die koning duurzaam koning wil zijn, dus ook voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen, want dat wil je graag als koning, dan dien jij de rol te vervullen. Want jij bent niet de koning, nee, de koning, dat is een vacature. Je geeft antwoord aan de vraag van het volk. En dan mag jij het grootste huis hebben. Maak het uit. Je bent onze vertegenwoordiger. Dus als wij bezoek krijgen uit het buitenland, ja, dan mogen ze bij jou slapen. Dat ze een beetje gaan geloven dat we allemaal zo rijk zijn zoals jij. Dus een volk wil graag een rijke koning. Maar die koning heeft wel een rol te vervullen. En als hij die rol niet vervult, dan heb je geen koning, maar een tiran. En dan komt er spanning. En vroeg of laat, dan barst de bom. Confucius was wel goed, hoor. Misschien redden die Aziaten het daar nog mee. Dat zou toch kunnen. Ik zou het hier ook wel willen. Dan valt gelijk een Mark Rutte en een Jan-Peter Balkenende. En die vallen in één keer door de mand. Was het ook weer? Mene tekel. Dat is weer Joods. Gewogen en te licht bevonden. Het oordeel. Nou, dan heb je ons met een IQ van 100. En dan de rest. Yep. Ja, zo. Dan kom je bij mensen uit. Ja. Uit Afrika. Mensen onder de Sahara. Die zijn niet zo bright, joh. Ze zijn heel spiritueel. Ja. Ik heb er verder geen moeite mee. Maar ze zijn niet zo bright. Nou. Dit is onomstotelijk vastgesteld. In dat boek The Bell Curve moet het ook staan, denk ik. Want ze hebben geprobeerd om de negroïde bevolking van Noord-Amerika
Die vielen helemaal buiten de boot. Gebroken gezinnen, jongens die rottigheid gaan uitvreten. Nog meer gebroken gezinnen. Zijn ze die mensen onderwijs gaan geven? Speciaal gericht op de doelgroep, lalala. En dan intensief, hè? Het hielp geen flikker. Je kan niet het IQ van iemand verhogen. Ja, als ze klein zijn, een baby of zo. Ja, als je die baby goed verzorgt en je gaat gelijk beginnen met dingen als patroonherkenning en eenvoudige taakjes doen en altijd positief stimuleren. Dan heb je denk ik wel een kans. Maar een mens dat al in de puberteit is geweest of net er tegenaan zit, om die nog een keer te gaan leren van patroonherkenning en alles. Het is een verloren reis. In het algemeen dan, hè? In specifieke gevallen weer anders. Maar het hielp niet. Het hielp niet om die mensen extra aandacht te geven. Ouders te begeleiden. Nee, het hielp helemaal niet. Ze hebben een lager IQ. Dus dat IQ krijg je niet omhoog. Dus ze hebben minder patroonherkenning. Ze kunnen niet zo goed verbanden zien. Ik ken een man en die komt uit Marokko. Een beetje rare man. En die kreeg de slappe lach van een krantenkop. En dat was een typische krantenkop, hè? Van die als er lidwoorden eruit of zo. Van een hot news. En er stond iets belachelijks bij de man. Rare nieuws in Gelderland. Ik lees die kranten echt niet meer, hoor. En die Marokkaan, die kreeg de slappe lachen. En ik wil... En hij ging uitleggen wat er zo grappig was. Hij zag het verband tussen de woorden niet. Hij zag allemaal woorden bij elkaar. En ja, in zijn hoofd... niet iets van een woordvolgorde. Je hebt een bijvoeglijk naamwoord. Rode... En ja, staat het op het werkwoord wat eraf komt? Rode. Whatever. Die woorden hebben een onderling verband. Je moet zo'n zin begrijpen. Ja, en er stond onzin. Dat zonder meer. Maar handen om te gaan lachen. Hey, maar hij zag iets heel anders en hij kreeg een slappe lach. Hier. Meneer is al 30 jaar in Nederland. En je gaat van uitkering naar uitkering of zo. Dat wordt niet beter. Dit heeft geen enkele... Ja, een potje schaak spelen met hem. Maar dat moet vanuit zo iemand zelf komen. Ik heb wel buitenlandse mensen die... komen in een streetcafé en dan gaan we schaken. En een van die jongens, die kan ongelooflijk veel zuipen. En dan een blower erbij. En een wandelende bak met een weltschmerch. Maar een aardige jongen. Dus. Geweldig met hem geschaakt. En alle keren verloren. Ja, ja. Maar dan ben ik niet zo heel goed in schaken. Maar dan nog, ik ben niet een dombo. Ik kan wel wat. Hij dronken, jongen.
En de stukken vielen om. En ja, een beetje... echt moeite om... Bam, en hup, en, nou, een beetje geholpen natuurlijk. Hè. Een leuke jongen. Een goed schaken. En zijn vriend die erbij zat, die vond het zo leuk. Hè, dat, lekker gezellig. Gewoon een potje schaken. Maak het uit dat Pim... Hij heeft natuurlijk geen Pim, hij heet Jallaga of zo. Ja, af en toe drinkt hij veel. Ja. Zo. Waarom niet? Ik zie de noodzaak er niet in, hoor. Weinig drinken dan. Hè. Dat stoppen met roken, dat is eigenlijk ook een stom idee. Je moet beginnen met iets anders. Dat moet je doen. Je begint met iets anders en dan kom je erachter van... hé, ik rook helemaal niet meer. Nee. En wat dat andere is, ja, dat weet ik ook niet. En ik vind het zielig, hoor, die buitenlanders. Het is ook zielig voor ons. Je mag, ja, ik speel dan een potje schaak met die jokkers... En het helpt. Het verhoogt je IQ, denk ik wel. Ah, dan moet je wel vet schaken, hoor. Dan praat je toch over... Ja, 2 uur per dag. Dan leer je het wel. En zoiets moet vanuit jezelf komen. Dat kan je niet opleggen. Wat ik ook vind, daar heb ik even over na zitten denken voordat ik deze uitzending begon. Maar het gaat mij niet om ras of zo. Dat heeft een, dat zijn dan net het IQ van de donkere rassen, dat is lager. Maar wat ook fout gaat, dat is dat de reden om naar Nederland te komen, veranderd is. Want, kijk, de hugenoten, die kwamen ook naar Nederland. Die Bartholomeus nacht gehad en zo. Die hugenoten, dat zijn de Franse Calvinisten. Oh, die zijn gevlucht toen naar Nederland. René Descartes heeft hier ook gezeten. Spinoza, die Portugese Jood, heeft hier geschreven. Nederland was altijd een reden om naartoe te vluchten. Het was vrijstaat. Nou, zo zijn er mensen naar Nederland gekomen vanuit Suriname. En daarvoor vanuit Indonesië en de Molukken. Nou, die mensen, ja, daar waren ja, formeel gesproken Nederlanders. Er zijn ook nooit rellen geweest tussen Surinamers en Nederlanders, hoor. En tussen Nederlanders en Molukkers ook niet, hoor. Die Indo's, ja, er is wel een of andere, altijd wel een of andere sukkel die niet met zijn tengels van een vrouw af kan blijven. Ja, die krijgt dan maar een klap van een Indonees. Heb je het er zelf om gevraagd? Een beetje op de Pasar Malam of hoe heet dat ook weer? Zo'n lekkere Indonesische markt. Pasar Malam, ja. Ja, wij zijn daar naartoe gegaan en ja, wij zijn ook huwelijken aangegaan. En ja, dus zijn we allemaal Nederlander. Die heb ik nooit beschouwd als buitenlanders. Hoor. Die konden ook allemaal Nederlands. En dan die Surinamers hebben dat lekker de way way. Die Surinamers hebben zo'n lekker... Ik vind het echt een hele aardige lui. Ik mag ze, hoor.
echt een... Dat noem ik... Ja, cultuurverrijking. Kom er lekker bij, man. Ze kennen toch Nederlands? Nou, nou. Maar daarna begon het geëikel. Het is een begrip, dat heet dan economische vluchteling. Ja, maar niet alle vluchtelingen zijn economische vluchteling. Ik begrijp het nog steeds niet, hoor. Want dat wordt gezegd, hè? Niet alle vluchtelingen zijn economische vluchteling. Ja, dat betekent dat er economische vluchtelingen zijn. Tjus. Maar dat kan toch helemaal niet? Hoe kun je nou economisch gesproken gaan vluchten? Ja, ik stel de vraag. Hoe kan je nou economisch vluchten? Voor wat? Voor de economie? Ja. Ik ken zo'n gezin. Dat zijn hele aardige mensen. Daar heb ik helemaal niks op tegen. En die man die... Die werkt dan bij de... Het heet dan hier Presikhaven of zo. Een soort werkplaats voor minder begaafden. Maar hij rijdt een leuk, hij reed toen een leuk autootje. Een heel zuinige man. En hij kluste wat bij als kleermaker of zo. Een leuk verhaal. Een kind met een eetstoornis. Ja. Die moeder die vertelde mij dat ze dan heel vaak met dat kind naar het Rijnstaten ziekenhuis was geweest. En ik dacht alleen maar, oh wat zielig voor dat kind. Ja. Ik heb er maar niks van gezegd. Dat kost een hoop geld, hoor. Ik had helemaal niet gewild als ik dat kind... Ja, dan had het aan mij even gevraagd. Een eetstoornis bij een kind. Om iets anders te eten geven. Een darmflora laten controleren. Want is dat kind gevaccineerd? Zo ja, darmflora check. Maar ik weet niet waar dat kan. Het is niet zo moeilijk, hoor. Zo'n stokje nodig van een ijslolly. Een beetje stront uit de kont van je kind peuteren. En dan moet je op kweek zetten. Ja, dat is wel ingewikkeld. Je moet een microscoop hebben. En je moet weten hoe darmflora eruit moet zien. Als je darmflora afwijkende patronen heeft, dan is er wat aan de hand. En dan neemt je lichaam niet goed op. Kijk, dat is niet correct. Die mensen, ik ken die familie en die komen uit ergens in het midden van Turkije. Met een dorpspomp op het plein. Dus in de supermarkt, ja, supermarkt. Daar werd geen water verkocht. Iedereen haalde water van de pomp. Dat is toch ook water?
En ze vertelde me dat ze dan van de moeder, dan kreeg ze als ontbijt van die dikke Turkse yoghurt. En twee van die, ja, pepers, zo zien ze eruit. Peper, paprika, paprika, die groene dingen, je kent ze wel. Gerookt of zo. Dat was haar ontbijt. Ze zei, lekker hoor. Ja, die zijn hier carrière komen maken. Een kind met een eetstoornis. Een man die werkt in de begeleidingsverplichte arbeidseinsatz. En zij heeft een diploma doktersassistent. En ze kan daar niet fulltime werken. Dat kind ook nog. Dat is toch geen bestaan wat die mensen gevonden hebben? Er moet een waarschuwingsbord komen bij de grens, dan weet je wel waar je aan begint. Ik heb zwaar medelijden met die mensen. Ik zie het helemaal niet goed gaan. Een schrale troost is dat het met ons Nederlandse, van Nederland, Nederland, über alles of zo, dat gevoel is een beetje weg. En wij zijn er ook niet beter op geworden. Wij laten ons ook beroven, jongen. Oh, 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 oh. Even kijken hoeveel minuten ik nou heb. Oh, ik zit al over het uur heen. Ik sluit hem af. En dan maak ik een nieuwe. Ja. Ik was van plan om tequila te gaan drinken vandaag, maar dat vond ik te ver lopen. Op zijn hamburgers. Sag ich tschüss. En dag lieverds.